Spelers van Utrecht en Heracles. We zien Burgzorg, een van de drie aanvallers in de ploeg van Frank Vormoed. En ook al is er geen publiek hier in stadion Galgenwaard, er is altijd wel confetti. En dat komt met een behoorlijke klap tot leven. Zoals u kunt zien. Utrecht vijfde plaats, 1 puntje achter Cambuur, daar waar vorige week van werd verloren. 5 punten achter Feyenoord. En Heracles dus 14e. 2 punten minder dan AZ, 3 punten minder dan Groningen en Heerenveen. De opstelling van Utrecht kent u. Zeer waarschijnlijk een 4-2-3-1 formatie. Of René Haken moet toch nog iets anders bedacht hebben met twee aanvallers. Bijvoorbeeld met Doevikas en met Balk. Hij kan variëren. Van der Hoorn is terug na 2 wedstrijden afwezigheid. Hersteld van een hersenschudding. Opgelopen in de wedstrijd tegen Willem II. Hij trainde dus veel op afwerken, maar trainde ook veel op de omschakeling. Frank Vormoed, die Qualiata terug heeft van schorsing als linksback. Daar speelde vorige week Roosken. Fadiga, de rechtervleugelverdediger. Driemans middenveld met Schoos, Sierra en De La Torre, de Amerikaan. En centraal achterin doet Marco Rente het heel goed, naast Knoester. Haken met naast hem Ricky Kruis, die hersteld is van corona. Een lege Galgenwaard, dat maakt nogal een verschil voor FC Utrecht. De laatste 5 wedstrijden die Utrecht thuis speelde zonder publiek, won het er slechts eentje. Van de laatste 10 thuiswedstrijden die het speelde met publiek, won Utrecht er 9. Burgzorg op Van der Hoorn af. De paas was goed, maar niet bedoeld voor Sierhuis. Azaoui was vrij. Het wordt uiteindelijk dit schot van Schoofs. En dat is het eerste gevaar. En nu gaat dan de vlag omhoog bij de assistent. En was dat dan voor het buitenspelmoment van Burgzorg? Want er is nogal wat gebeurd sindsdien. Nee, het is geen buitenspel. Maar dat was het misschien wel voor Sierhuis. Hier, dat denk ik. Al was die bal dus niet voor hem bedoeld. Uiteindelijk nog het schot van Schoofs gepakt door Paas. Rente. Oh, Azaoui, dat is veel te riskant. Doevikas krijgt de kans. Legt hem klaar voor Gustafsson. En daar is de redding van Blaswieg. Dat had de openingstreffer moeten zijn voor FC Utrecht via Simon Gustafsson. Wat een fout van Azaoui, ging daaraan vooraf. Het gevaar is nog niet geweken. Ramselaar kan ook goed schieten. Maar ook deze bal heeft Blaswieg te pakken. Zei je dat die redding een stuk makkelijker is. De kaats van Azaoui. Onzorgvuldig voor Schoofs. Doevikas en de kans voor Gustafsson. Maar die schiet hem recht op de keeper af. Daar verwacht je meer van Gustafsson. Dat blijkt ook wel uit de reactie van Mahi. Blaswieg. Ja, dat gaat ook weer maar net goed. Maher pikt op. Doevikas. Doevikas zelf, maar weer recht op de keeper af. Zo krijgt FC Utrecht dus de beste kansen in de eerste 20 minuten. En wordt Utrecht eigenlijk het gevaarlijkst als Heracles de bal verspeelt op eigen helft. Schoofs. Druk zetten van Ramselaar. Fadiga moet daardoor nog verder terug. Blaswieg. Fadiga. Die is snel. Al heeft hij dat in deze eerste helft nog niet laten zien. Dit mag door. Geen vrije trap voor Knoester. Die dus weg is uit het centrum van de verdediging. Doevikas. Knoester krabbelt wel overeind. We hadden Doevikas. Gustafsson. Blessure bij Fadiga. Ook die ligt op de grond. Balk. Frommelt zich er langs. Laat zich vallen. En krijgt niets van scheidsrechter Van de Kerkhof. Balk. Die wel degelijk even werd vastgepakt daardoor Rente. Maar geen overtuigend bewijs voor een strafschop in de ogen van scheidsrechter Van de Kerkhof. Azaoui. Vorige week speelde Azaoui meer vanaf de rechterkant. Wedstrijd tegen Fortuna, nu wat meer in de as. Utrecht verovert de bal, Ramselaar. Balk is snel, maar Rente is dat ook. Maar die zie je te laat, strafschop. Overtreding Marco Rente, die met volle overtuiging op die bal afgaat, maar hem niet speelt. En dan kan de scheidsrechter niets anders doen dan FC Utrecht een penalty geven. Balk die tikt net de bal weg. Dan is Rente te laat en is dit een duidelijke overtreding. En Gustafsson mag het dan gaan doen vanaf de strafschopstip. De laatste 15 strafschoppen allemaal raak. Gustafsson, maar nu wel. Blaswieg pakt hem. Geweldige redding van Blaswieg.
Want die bal zit echt wel goed in de hoek hoor, van Gustafsson. Kijk maar. Hij kan nog wel wat verder de hoek in. Maar Blaswieg met een hele goede reactie voorkomt hier het doelpunt voor Utrecht. En daar is hij natuurlijk ook dik tevreden mee. Marco Rente. Balk kijkt omhoog, maar gaat het kopduel niet aan. Zagre. Afgelopen maandag stond hij nog in de basis bij Jong Utrecht. Wedstrijd tegen Volendam. Timber. Niet in balans om lekker te kunnen schieten. Maar dat doet hij dus uiteindelijk wel. Schieten in de handen bij Blaswieg. Paas van Maher. Rente op tijd daar. Blaswieg kwam al. Timber. Is goed. Gustafsson. Nu dan Balk. Balk. Oh, goed schot zeg. Onderkant lat. Pech voor Balk. En een goede voorzet hier nog van Ter Avest. Timber pikt op. Timber. En dan gaat hij naast via Knoester. Dat zijn eigenlijk drie mogelijkheden op een rij voor FC Utrecht om op voorsprong te komen. Balk was het dichtst erbij. Met een overtuigend schot. Balk scoorde nog niet voor Utrecht in de Eredivisie. Deed dat wel als speler van Groningen. Eén keer. Was er ontzettend dichtbij. Hier onderschept Balk. Timber meteen voorwaarts. Duvikas. Duvikas moet nu gaan scoren. Duvikas. Oh, wat speelt hij het goed uit. En dan nu Balk en de redding van Blaswieg. Wat laat FC Utrecht het nu liggen. Heracles is weg. Tweede helft wordt leuker en leuker. Burgzorg eerder bij de bal dan de keeper. Burgzorg. Maar de hoek nu wel erg lastig. En dan gaat de vlag alsnog omhoog voor buitenspel. Wat het dus was voor Burgzorg. Zoveel kansen in het eerste kwartier van de tweede helft voor FC Utrecht om de score te openen. Balk raakte al de lat. Duvikas kan het zelf doen, maar is niet zelfzuchtig. Ramselaar, Blaswieg, Balk en opnieuw de keeper van Heracles. Die nog niet te passeren is op deze zondagmiddag. Het is een klein wonder dat het nog 0-0 staat in stadion Galgenwaard. Als ik het eerste kwartier heb gezien van de tweede helft. Zagre geeft mee aan Balk. Snelle voorzet, Duvikas. Die moet je maken, jongen. Wat een kansen krijgt Utrecht toch. Ook dit is een voortreffelijke aanval. Misschien dat Duvikas hier bang is voor de keeper. Anders is het niet te verklaren dat hij hem niet tegen de touwen schiet. Zagre komt er niet altijd langs. Kio Mordzoglu trapt in de grond. Dat is pijnlijk. Op twee verschillende manieren. Utrecht neemt over, maar doet er niks mee. Dat was niet fijn voor zijn ego, maar ook niet voor zijn lijf. Kio Mordzoglu. Jongen, jongen. Nog niet helemaal warm misschien. Burgzorg vastgehouden door Ramselaar. Voor de regel toegepast. Door Van der Kerkhoff. Azaoui. Lekkere bal. De La Torre is geen doelpunt te maken. Maar Sierhuis wel. En die krijgt hier de kans. Het schot gekraakt door Ter Avest. Wat is voetbal toch een vreemde sport soms. Utrecht zo goed in het eerste kwartier na rust. Niet gescoord uit al die mogelijkheden en kansen. En ineens is daar een hele sterke fase van Heracles. Voorzet Ramselaar. Timber. Zagre, prima weer. Van der Hoorn. Afvallende bal is voor Balk. Die ook wel opportunistisch is in zijn spel. Dat maakt hem lastig te verdedigen. En leuk om naar te kijken. Het schot van Timber komt van ver. Blaswieg ziet de bal laat komen. Maar hij heeft hem weer. Misschien dat hij onderweg nog wel van richting werd veranderd. Het schot van Quinten Timber. Balk gaat er van af. Dat is toch ook wel opmerkelijk. Want die heeft voor heel veel gevaar gezorgd. Dalmau, zijn vervanger. Kan hij het dan gaan laten zien? Adrian Dalmau tegen zijn oude club.
Burgzorg gelooft in deze bal en terecht, want hij is snel en daar botst hij met Paas. En wat doet Van der Kerkhof dan? Een gele kaart voor de keeper van FC Utrecht, omdat er nog meer verdedigers terug waren. Eerste kaart notabene in deze wedstrijd en die is dus voor de keeper van Utrecht. Het is geen kans meer voor Burgzorg en geel volstaat. Wat kan Sierhuis met deze vrije trap? Met die van vorige week nog vers in het geheugen. Toen was het via de binnenkant van de paal raak tegen Fortuna. Kan hij dat nog eens? 82e minuut. Hij gaat het proberen, Sierhuis. Maar hier heeft hij niet de controle die hij vorige week wel had. Van der Marel. Mahi. Hier gaat Dalmau. Qualiata in de achtervolging. Adrian Dalmau. Van Overheem. Zagre. Voldoende mensen voor het doel. Mahi vraagt om een voorzet. Daar is Van Overheem die omhoog gaat. Mahi krijgt die bal niet vrij. Maar kan Schoofs uitverdedigen. Notabene via de voet van Mahi is de ingooi ook nog voor Heracles. 0-0. Het zou ontzettend teleurstellend zijn voor FC Utrecht. Richting Mahi. Maher. Voorzet met snelheid en via Kroester erin. Dalmau maakt hem. Nota bene Adrian Dalmau, die 2 maanden niet heeft gespeeld voor FC Utrecht. En dan scoort tegen zijn oude club. En wint Utrecht dus alsnog met heel veel pijn en moeite in de extra tijd. Dankzij een eigen doelpunt van Kroester. Hier nog eens de treffer. Voorzet Maher, kopbal Dalmau en via Kroester binnen. Utrecht wint, had daar ook wel recht op de overwinning. Na al die gemiste kansen in het eerste kwartier van de tweede helft. De gemiste strafschop in de eerste helft van Gustafsson. Utrecht moest er ontzettend hard voor werken. En wint uiteindelijk na een hele aardige tweede helft. Alsnog van Heracles. Blaswieg leek niet te passeren. Niet door de spelers van FC Utrecht vandaag. Maar uiteindelijk dus wel door zijn ploeggenoot, door Mats Kroester.